I can't believe the news today. Oh, I can close my eyes and make it go away. Nee, via de pers hebben wij dat moeten vernemen. Dat is heel fijn. Jurgen Konings is gevonden. Een schande is dat. Ik weet van iemand die bevriend was met Jurgen zijn pa. Jurgen zijn pa heeft hartinfarct gehad thuis. Dat weet je niet. Ja. Hartaderbreuk gehad. Ja, die was ineens weg. Ja. En dat mama heeft daarna zelfmoord gepleegd. Dat was Jurgen te veel geworden. Ja, die was in het buitenland toen zijn mama zelfmoord heeft gepleegd. En die is juist één dag naar hier mogen komen voor de begrafenis en terug moeten gaan. En dat heeft hem heel geraakt en hij heeft dat niet kunnen verwerken. Maar wij hebben toch een nette sigaret. Oh, het maar lekker op. Een ritueel, hè. Ja. Laat die maar eens zien. Dat is Jurgen zijn lievelingssnoep. Ja. Mars, ja. Voilà, mama en dochter bij elkaar. Volgende week zijn we in de aangestelde pizza maken. Als je het goed hebt gezegd, dan staat het op. Zondag zijn we weer. Zo, in kant van de Hoeveel repen mars heb je al opgegeten van lievelingssnoep van Jurgen hier aan de boom? Oh, heel veel. 30, 40? Dat weet ik niet meer. Honderden? In ieder geval heel veel. Oh, oké. Dat Jurgen ons getoond heeft dat je moet gaan voor hetgeen dat je in gelooft. Oh. Ook al kan het eventueel je leven kosten. Voilà. En dat in vrede is. Hè. En mogen wij in vrede rusten. Ja. Hij zal nooit vergeten worden. En bedankt dat je bent gekomen. Graag gedaan. Dus jij bent speciaal van Hasselt gekomen voor Jurgen te zien? Nee, van Zeebrugge. Van Zeebrugge? Van Zeebrugge? Er komt iemand van Zeebrugge. Ja, dat is Zeebrugge. Oh, jij wist dat? En jullie gaan allemaal terugwandelen? Ja, dat is echt. Respect, dat weet ik echt. Ja. Ah ja, wat heb je daarvoor ook alleen? Nee. Respect daarvoor. Voor een herdenking van Jurgen Konings. En we zijn hier met de oom en de tante van Jurgen. En we hebben gevraagd of zij eventueel nog wat meer toelichting willen geven over wat er allemaal gebeurd is. Dus we zijn hier vandaag op de herdenking van Jurgen Konings. We zijn vandaag 19.2022. Ja. Goedemorgen, goedemiddag. U bent de tante en de onkel van Jurgen. Wat wenst u graag te vertellen over wat er volgens jullie echt gebeurd is met Jurgen? Ja, volgens ons heeft hij het niet zelf gedaan. Dus. Hij zou dus door de overheid om het leven gebracht zijn. En
daar hebben we eigenlijk we hebben geen bewijzen, maar we weten wel het een en het ander wat zaken zijn wat niet kunnen. Als we het hele boel samenvatten, van begin tot het einde, dan zijn er iatenen die wat heel veel vragen oproepen. U zegt, hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Wat denkt u dan dat er precies gebeurd is? Heeft u daar meer een idee over? Als hij geen zelfmoord gepleegd heeft, dan heeft hij iemand anders gedaan. Hè? Dus meer kan ik daar niet over zeggen. En kan u ons eventueel wat vertellen over hoe Jurgen was als man in het leven? Of dat hij, ja, wat dat hij deed in het leven, hoe dat hij met andere mensen omging, wie dat hij was? Hij was een hele goede gast. Hij kon heel goed om met iedereen. En dat hij dat zou doen zelf, dat geloven we niet in. Dus ze zullen wel, hij zal wel iets te veel geweten hebben waarschijnlijk. En dat mocht niet uitkomen. Maar hij hielp iedereen. Hij was een hele goede man, een hele goede gast. Oké, en dan had ik ook nog een vraag in verband met zijn dood zelf. Dus hij zou hier aangetroffen zijn. Maar ik hoor dat er mensen zeggen dat hij dus niet geïdentificeerd is. Klopt dat? Is er ook een lijkschouwing gebeurd? Hebben jullie daar informatie over? Hebben jullie dan achteraf nog een rapport gezien of informatie gekregen omtrent zijn dood? Een lijkschouwing is er naarschijnlijk wel geweest, maar dat weten we dus niet. Maar wij hebben dus een tweede adoptie aangevraagd. En die is tegengehouden geworden door, we hebben het in tongen dus voor de rechter. Die heeft dadelijk dus gezegd van, het gaat niet door, dus geen tweede adoptie. En dan zal ik er nog bij zeggen van de begrafenisondernemer. Die heeft zich in alle bochten gekronkeld, omdat wij het lijk niet mochten zien. En waarschijnlijk heeft die mens ook hier of daar onder druk gestaan of het een of het ander. Dus, maar we mochten er totaal niet bij komen. Dus. En ze hebben dus eigenlijk alles wat wij wilden weten of zien, hebben ze dus gewoon geweigerd allemaal. Ze volgen even houden te kallen. Ja, perfect. De microfoon er maar zien. Ja, dank u. Dus u heeft het lijk zelf nooit met eigen ogen mogen identificeren? Nee. Hoe is dat voor familie? Als je iemand verliest en je weet zelf niet eens. Kan u daar nog eventjes wat informatie over geven? Ja, wij hebben iedereen gevraagd, dus we kregen bij de begrafenisondernemer een uitbrander van hier tot Tokio. Hij vroeg ons zelfs 600 of 700 euro onmiddellijk betalen. En toen we daarmee aankwamen, mochten we het even goed niet zien. Dus wij weten dus niet wie in de kist lag. Lag er iemand in de kist? Een vraagteken. We zullen het nooit weten. Hè. Hij moest zo snel mogelijk gecremeerd worden, hè, tot alle bewijzen weg waren. Hè. En bij andere zaken laten ze toch toe dat iemand nog een keer een tweede adoptie krijgt, dus voor te kijken wat het is. En dan hadden wij het geweten en dan hadden we ook minder twijfels gehad wat er nu gebeurd is. Dank u wel. Ja, ik ben er zelf ook eventjes, net dat je het zo vertelt allemaal. Zijn er anders nog zaken die u zeker wensen zeggen over Jurgen? We zijn nu live en ik denk dat de mensen echt wel geïnteresseerd zijn in het verhaal van de familie zelf. Want wie staat er dichter bij Jurgen dan zijn oom, zijn tante? Ik hoor dat zijn ouders er niet meer zijn, dus veel dichtere familie is er niet, denk ik. Zaken die je zeker nog wenst te zeggen, zou ik zeggen, doe zeker. Dank u vriendelijk. Dat de burgemeester hem hier gevonden heeft, dat is ook wel een heel groot vraagteken. Hij zou hier dus een 2 tot 3 weken gelegen hebben volgens de overheid. Hier zijn heel veel mensen die komen hier wandelen met de hond. Het is hier niet zo ver vanaf, dus het paadje. Die hebben nooit iets geroken,
nooit iets gezien. En een hond heeft nooit niks geroken. Er liepen honden los, volgens de mensen waar ik eens mee gesproken heb. En meneer de burgemeester moet wel een fantastische neus hebben om dat geroken te hebben. Dus, of ze hebben hem naar hier gestuurd om het lijk te vinden. Extra reclame voor hem. Oké, dankjewel. Dankjewel oom en tante om hier eventjes een toelichting te doen. Ik heb nog meer vragen, maar ik kan er nu eventjes niet op komen, omdat ik wel onder de indruk ben van wat u allemaal verteld heeft. Hartelijk dank en voor de rest het allerbeste. En sterkte. Dank u. Tuurlijk. Wij wouden alles stopzetten voor die, dat niet zou doorgaan. Wij mochten niet meer binnen. Die wij zijn vrijdag niet naar de begroeting mogen gaan. Wij zijn zaterdag niet naar de begrafenis mogen gaan. Niks. Niet naar de begrafenis. Wij mochten niks. Ik weet niet, maar we zijn 100% zeker dat Jurgen Konings was. Nee. Wij zijn vrijdag. Dat blijf ik herhalen. Ik ben er niet zeker. Ik ben allesbehalve zeker van dat Jurgen Konings. Dat was Jurgen Konings niet. Dat was een ander lichaam. Wij zijn vrijdags nog 's middags met de advocaten, met de deurwaarders bij die begrafenisondernemer geweest. En met veel moeite liet hem ons binnen waar de kist stond. En toen zei mijn advocaat verschillende keren van, wilt je die kist open doen? Ja. Daar lag een zak in, gewoon lucht. Die advocaat heeft zo geduwd, ter plaatse waar zijn hoofd moet liggen. Die voelde niks, alleen maar lucht. Dus lag daar iemand in? Ik blijf erbij. Nee, we mochten niet meer, want dan kregen we een proces, hè, als we de zak open deden. Hè.
we hebben gevraagd voor om te zien. Hè. Ja, maar dat is één zwarte smurrie en je weet wel niet wat je gaat zien. Ik zeg, ik wil dat zien. Oh, wij wel. Zeg, dat gaat misschien wel op mijn netvlies gebrand staan mijn hele leven, maar ik wil dat zien. En mocht niet? Nee, we mochten niet. We hebben hemel en aarde verzet die week voor die begrafenis, voor die crematie te doen stoppen. Ja. Want als dat één keer gedaan was, heb je niks. Hè. Ja, niks meer, ja. Ja, nee, mocht niet. Ze hebben alles afgeketst. Na de dingen allemaal, dus een dossieren opgevraagd. Nee, is dat zo'n deur voor te poetsen? Eerst mocht dat dan eerst mochten we hem wel zien. Maar dan moet je onmiddellijk 600 euro meepakken, zegt die begrafenisondernemer. Want dat is voor die geur hier weg te krijgen, want dat stinkt. Ja. Wij zo, ja, is goed. We pakken wel 600 euro mee, maar wij willen die zien. Daarna belt hij terug. Ja, nee, het mag toch niet. Gwen, die wou het niet. En ik bel haar eerst van, mag ik naar daar gaan voor Jurgen te zien? Ja, ja, bel maar naar de begrafenisondernemer. Maak met hem een afspraak, zegt ze tegen mij. En dan mogen we hem van mij zien. Daarna belt zij zelf naar de begrafenisondernemer. Ik wil dat niet. Heeft die Gwen hem ooit gezien? Nee. Aan de hand van een foto van een tatoeage. En tegen ons zegt die begrafenisondernemer, zelfs zijn tatoeages zijn niet meer zichtbaar. Dat interesseert dus gewoon ook niet. Dat spreekt elkaar tegen, hè? Dat interesseert gewoon ook niet, hè? Nee, als volgens dat, mij dat niet. Dat interesseert daar niet. Wij zijn haar juist tegengekomen onderweg naar hier. Zij reed weg, hè? Zij reed richting Maasmechelen of weet ik veel wat. Ik zeg aan herdenking van haar vriend. Moet die daar niet zijn? Ja, ik snap dat niet. Volgens mij is hier nog nooit geweest. En zij mocht alles beslissen omdat ze meer dan 3 maanden relatie had, hè, die zij van gewend. Omdat zij betaalde. Maar toen had ik eigenlijk op mijn mond liggen van Jurgen op DKV. Dela. Dus eigenlijk betaalt Jurgen, hè. Oh, ja. Dus dan praten wij in naam van Jurgen, van wij willen dit. Maar ik denk, ja, zwijg maar, want dat heeft hier toch geen zin. Dat heeft gewoon geen zin. Heb je gevoel dat die... Het is misschien heel raar, hè, maar dat hij eigenlijk nog leeft? Nee. Ik denk dat hem echt wel dood is, maar... Ik denk niet dat hem dat hier was, wat hier lag, maar ik denk dat hem wel echt... Die hebben ze eerder gedood, hè? Ja. En ik denk dat ze die nadat ze die gedood hebben al direct hebben gecremeerd en hier gewoon iemand anders hebben leren neergelegd. Want zijn assen, zo'n dat weet niemand waar zijn assen zijn. Niemand weet waar zijn assen zijn? Nee, niemand weet dat. Ja, en zo'n show. Mm-hmm. Ja, dat is... Ja. Klopt allemaal niet. Nee, joh. Maar Jurgen heeft toch een Mark van Rans mijn vrouw was haar ogen open gedaan. Mm-hmm. Dat totaal niet klopt wat ze zeggen in de media. Dat, nee, niks dat klopt niet. Nee. Het is beter dat dat op die manier moet gebeuren, maar... Mm-hmm. Maar dat weten van de media. Als de media iets zegt, dan weten dat je zwart moet opbijzen. Dat weten ze sowieso. Toen ze hem hier hebben gevonden van ons op de hoogte te stellen. Waarom? Ze stonden wel constant te controleren bij mijn thuis, met anonieme wagens, of ik Jurgen niet verstopt had. Ja, ik ga zo'n mens in mijn auto verstoppen. Allee, ja, zo slim ben ik dan ook dat ik die niet ga verstoppen. Hè. Maar toen ze hem hier gevonden hebben, hebben wij het via de pers moeten vernemen dat ze Jurgen Konings gevonden hadden. Dan vinden ze mij niet. Ze weten goed genoeg waar ik woon. Natuurlijk. GSM's waren afgeluisterd, maar mijn ma zegt, pas op wat je zegt. Zegt, dat boeit mij niet. Die mogen luisteren, die mogen horen wat ik te zeggen heb. Die rotte overheid en die heel dingen hier, dat boeit mij niet. Maar... Zijn jullie benaderd? Nee. Nee. Dat zat daar dwars. Dat de pers hun heeft gewaarschuwd in plaats van de politie. Ja, maar alles zit mij dwars. Dat is allemaal gewoon, ja... Maar dat vooral dat klopt. Nee. Ja. Je weet dat het is puur opgezet spel, dat weet je. Ja. Dat is duidelijk. De vraag is zo, wat zit erachter? Ja. De vraag is, wat is Jurgen Konings te weten? Ja, dat heb ik al van veel mensen gehoord. Zutendaal, de basis, de legerbasis, was altijd toe. Ja. Sinds dat, nadat dat met Jurgen is geweest, zijn ze daar ineens weer actief geworden. En ik denk dat hij iets wist over die oorlog nu, wat nu bezig is, Oekraïne. En dat daar al wat bezig was in Zutendaal. Dus dat zijn er al veel wat mij dat hebben gezegd. Op die legerbasis. Je weet in Zutendaal, die legerbasis? Ja, ja. Die is nu weer actief na zoveel tijd. Ik heb toch gehoord van dingen. Ja. Niet. Dus dat die wisten niet dat daar, vliegtuigen landen. Dat wisten ze niet. Dus daar waren ze ineens weer actief. En ik denk dat hij dat heeft geweten. Omdat hij computerwerk had op het laatste. Heeft hij waarschijnlijk iets gezien op zijn computer wat hij niet mocht zien. Ja. Ja. Daar gaat hem over. Wat heeft hij gezien? Ja, dat waard was voor hem af te maken. Het is toch niet omdat je iets weet, als je iets ziet, dat ze daar ook kunnen van onderuit gaan? Ja, maar zoals ik Jurgen ken, als dat nu echt zo was, gelijk het nu eraan toe gaat, Jurgen kan dat niet zwijgen. Die denkt, daar zijn mensenlevens op het spel en die wou dat naar buiten brengen. Ja. En daarmee hebben ze die... Ja. Want Jurgen is niet iemand wat onschuldige mensen niet zou doen, gelijk zij allemaal zeggen. Die afscheidsbrieven, zoveel dreigementen, daar stond geen enkele naam in van dreigement. Dus die zijn maar aan het zeveren. Ja. We hebben die afscheidsbrieven gezien. Nu, de vraag is nog, komen ze van hem? Ja, dat is ook nog de vraag. Ja. Maar daar stond geen enkele naam in. Van Rans niet, die advocaat niet, zijn ex niet, daar stond niks in van namen. En dan die mail die hij naar Gwendy had gestuurd. Ja, dat zijn die afscheidsbrieven. Die kwam bij spam van Gwendy. Ja.
normaal gezien, als je een bekende hebt, komt dat bij je inbox. Ja. Ja. Dus dat was ook een nagemaakte e-mailadres. Ja, dat zijn die afscheidsbrieven. Opgezet spel, ja. Hij is op iets terechtgekomen dat hij niet mocht weten. Ja. Iets zwaar en ernstig, denk ik. Ja. Niet gewoon... Er moeten toch nog mensen van op de hoogte zijn. Weet je wat ik erg vond? Er moeten toch nog mensen zijn die... Er moeten toch mensen zijn die weten wat er met Er is een verschil tussen op de hoogte zijn en het durven zeggen. Durven ermee uitkomen. Dat ik, knagen, ja. Voilà. Mijn geweten zou knagen als ik zoiets zou weten. En vooral omdat je hele familie ook achterlaat met vragen. Ja. Een hele kleine groep bevolking die wakker is, die denkt van... Dat klopt niet, heel dat verhaal klopt gewoon niet. Weet je wat ik raar vond? Hè? Dag van dag werd die erger in de pers. Terrorist. Racist. Denk niet tegen mijn eigen... Wat is er aan de hand? Je jaren gevolgd voor de Belgische overheid. Ja, ik herinner mij die dag dat ze achter hem aan zaten. Dat was op een dinsdag. Ja. Ik was frietjes gaan halen. Mijn zoon zat langs mij. En ik stop thuis. En het was juist 6:00. Nieuws op de radio. Ze zijn achter een zwaar bewapende militair ontvangen die Van Rans bedreigd heeft. En ik lach daarmee. Ik zeg, ja, wie Van Rans nog niet bedreigd? Ik zeg, ja. Dus ik stap uit. Ik ga eten. En eens belt mijn ma. Maar mijn man pakte op. Ja, geef mij Debbie, want het is serieus. Ik denk, wat is nu aan de hand? Ja, heb je dat gehoord van die militair? Ik zeg, ja, dat is Jurgen. Ik zeg, zever niet, hè. Ja, op een foto ergens gezien, maar toen had hij nog die dingen. Maar ja, wij zagen direct, dat is Jurgen. Ja. Zo hebben wij dat allemaal moeten vernemen, hè. En dan staan ze wel met een anonieme wagen, juist of ik dat niet zie, dat die daar staan. Aan mijn, ja, iets verder als mijn huis. Te controleren. Ja. Het is ongelooflijk. Eigenlijk, dat Jurgen wou... Hij tot 2:00 rond dat huis gaan. Als hij Van Rans had willen hebben, hè? Ja, dan was hij eraan geweest. Ja, dat was een vooral militair. Dan had dat geen 2:00 geduurd. Nee, dat zou niet zo weten hebben dat het er was. Ja, dat is toch hetzelfde waar als hij toch is. En ze vinden hem op de verjaardag van Mark van Rans. Dus dat is allemaal opgezet spel. Op een verjaardag, hij is morgenjarig aan Mark van Rans. Zou dat hij uit zijn schuilplaats kon komen? Klopt niet. In elk geval dat in vrede was. Ja. Morgen is hij erg. Dat vinden ze hem daar zo gezegd in dat puttekuik. Ja. Mangat. Die hem hier naar boven gaan leggen. Ik vraag me af welke... Allez, en die burgemeester, ik weet niet wie dat heeft gedaan. Van Mazeik. Maar de burgemeester van Mazeik zag er ook niet de magerste uit. Die heeft hij gevonden, daar gevonden. Dat is een zwarte route. Hè. Die heeft hem daar gevonden. Je moet eens kijken naar die berg. Daar komt hij van zijn leven niet op. Hè. Nee. Ja. Daar komt hij echt niet op. Dat is geen sportieve type. Ik zag de duidelijk kogel inslaan. Ja. Been, schouders, liestreuk. 6. 5 weten we van ene wat hier hem heeft gezien. 5. Sowieso. Kogelenslagen. Is dat van die jaar? Of de boswachter? Ja. Anoniem is dat ook doorgestuurd naar de advocaat. Dus, en daarmee had de advocaat gezegd, ga naar zijn lichaam kijken. Ja, dat je moet hem dan wel draaien, foto's maken. Dat was met pijn in mijn hart dat ik misschien, want ik wou hem eerst niet zien. Hè? Maar ja, we mochten toch niet gaan. Hè? Dus wij wouden kijken van hoeveel kogels slagen. Want als jij zelf mocht plegen, is één kogel genoeg. Dan gaat je niet eerst in je been schieten. En dan nog eens hier schieten en daar schieten. En dan, ja. En hoe die hand lag, die lag plat. Die lag dat kan nooit. Zo. Dat is tegen de regels. Die lagen zo. En dus je gaat eerst schieten en dan je hand zo Ja, want als jij schiet, vlieg je hand op. Ja, voilà. Allee. Hierheen, niks op die boom. Wij zijn woensdags geweest, dus 3 dagen daarna. Dinsdag? Nee, woensdag ben ik geweest. Ach, hey. Ik ben woensdag geweest. Dus de dinsdag hebben ze hem gevonden. Nee, zondag. De zondag hebben ze hem gevonden. Dinsdag zijn we hier en normaal gezien graven ze hier alles vrijgegeven? Ja. Nee, maandag al, hè. Ja. De maandag al. En hij was maandag al terug in Maasmechelen, hè. Die funerarie. Zo snel is die autopsie en alles gedaan. Maandag was hij al terug in Maasmechelen. Dus dat kan toch niet? Nee. En daarmee hadden wij gevraagd, nieuw DNA, nieuwe autopsie, die crematie uitstellen. Ja, overal tegenwerking. We worden gewoon overal met onze rug tegen de muur gezet. Want hij heeft zijn ouders niet meer, heeft geen broers of zussen. Dus eigenlijk mijn onkel en mijn mama zijn de naaste bloedverwanten. Hè? De onkel en de tante. Ja. Die hebben normaal meer recht dan zijn vriendin. Ja, hij heeft, ik weet van iemand die bevriend was met Jurgen zijn pa. Jurgen zijn pa heeft hartinfarct gehad thuis. Dat weet je niet. Hartaderbreuk gehad. Ja, die was ineens weg. Hè. En dat mama heeft daarna zelfmoord gepleegd. Dat was Jurgen te veel geworden.
Snap je, allemaal kort achter elkaar. Dan heeft hij trom opgeroepen. Ja, en dan weet ik van een vriend... Die was in het buitenland toen zijn mama zelfmoord heeft gepleegd. En dus juist één dag naar hier mogen komen voor de begrafenis en terug moeten gaan. En dat heeft hem heel geraakt en hij heeft dat niet kunnen verwerken. En dan weet ik van een vriend van Jurgen zijn papa. Mm-hmm. Toevallig donderdag heb ik die gezien in Peer. Dus die heeft trom opgelopen, papa dood en de mama zelfmoord gepleegd. Maar dat weten veel mensen niet. Plus nog eens de oorlog. En hij heeft zich niet kunnen herpakken hier, hè, met die coronalockdown. Hè. Hij wou zijn leven oppakken, maar door de coronalockdown werd alles vertraagd en dat kon hij niet meer. Er zijn ook mensen wat zeggen dat hij failliet was, dat hij geen geld had. Dat klopt niet. Jurgen had geld genoeg. Er wordt veel gezegd. Ja, dus, hij had een mooi huis. Hè. Is die huis van hem of van Gwendy? Nee, die was van Gwendy, maar Jurgen heeft veel geërfd van zijn ouders. Hè. Dus, ze zijn naar die Gwen gegaan, nee. Nee. Nee, ze waren niet getrouwd, hè? Nee. Ze waren niet getrouwd. Gelukkig niet, hè? Ja. En, maar de erfenis is wel dat ze kinderen hadden. Je had kinderen, niet? Ik denk dat die kinderen zich hebben laten onterven. Allee. Anders van onkosten. Ook op die kinderen ging komen. Die onkosten en zo, ja. Die onkosten van de zoektocht en zo. Oei, man, 400 man betaalt dat eens een maand. Dat is hier gewoon één training geweest. Ja. Ik ben hier aan het trainen geweest, joh. Maar hij moet dat dan gaan betalen en dan gaat dat op zijn kinderen komen. En zijn dochter wordt nu in september 18. Dus die gaat dan, die zou dan eigenlijk al... Staan die kinderen zich geen vraag met wat er gebeurt met hun papa? Ja, want die dochter kwam eigenlijk al jaren niet meer bij Jurgen. Maar nu wou die dochter eigenlijk terug gaan komen naar hem. Dus daarmee snap ik ook niet. Die dochter wou terugkomen, zijn zoontje kwam sowieso. Maar het zoontje is, die wordt 10. Dus die is nog wat kleiner. Dat jongetje moet de hoek vragen staan, dat jongetje moet de hoek dromen. Uw vader wordt afgeschilderd als crimineel. Ze vinden hem terug in een bos. Je kunt hem niet eens gaan bezoeken in een mortuarium. Er zijn zelfs geen stoffelijke resten meer. Niks. Nee, want zij hadden gevraagd voor hem op de strooiweide dat zij ook af en toe naar hun papa konden gaan. Ja. Er ligt niks. De as is gewoon verdwenen. Wij de weten kinderen niet. Zelf hebben het de kinderen hadden dat gevraagd, maar ze wouden een gedeelte op de strooiweide. Ja. Zodat zij ook ergens konden gaan. Er is nergens niks. Want normaal staat dat geregistreerd in de gemeente waar die assen zijn. Al staat dat bij iemand thuis. Hmm. En via via weten wij dat die assen hier in Dulze-Stockholm nergens geregistreerd staan. Ze zijn hier niet. Want zijn kinderen wonen in Dulze-Stockholm. Onze kant van de familie woont hier. Dus ja, waar zijn die? Zeg je? Ja. Dag nadien gaan we zal een internationaal ding. Als ik hem tegenkomt, leg hem neer. Ja, laat ons to kill. Ja, dat was een dag nadien al. Ja. Dat moet wel serieus geweest zijn. En ook met die notto en dat geld er doorop gooien. Ja, die 3000 euro wat er mee van gehaald, zo gezegd. Waar is die gebleven? Daar heeft niemand meer met een woord over gerept. Ook die wapens. Het begon met één wapen, dan hadden op één kant hadden 4 of 5 wapens, dan op één kant hadden een ganse arsenaal mee. En dan gaat binnen in een wapendepot dat zogezegd onbewaakt is. Welk wapendepot is onbewaakt? We moeten 5 handtekeningen verschijnen. Ik heb zelf nog mijn leerdienst gedaan. We moesten depots bewaken. Welk wapendepot is nou onbewaakt? Leg me dan een keer uit. Die spullen hebben dan? Niemand. Allemaal bang voor hun job. Want die mannen moeten ook van meer weten. Dat kan niet, hè. Wat hoe ik als gezegd, dat Jurre zijn collega's die moesten zoeken, die gewoon hem niet neerleggen. Hè. Die gewoon een andere kant op. En ik denk dat die Duitsers dan hebben... Vandaag, ja. Want toen die Duitsers hier waren, zijn die kogelschoten gehoord geweest. Ja, heb ik gehoord. Maar ze proberen hem af te schilderen als een grote crimineel. Ze waren hier van de morgen terug, heb ik gehoord. Ze proberen van de morgen de wagen op te rijden. Ja? Ja, die mensen daar, die vertellen. Ja. Ze heeft er nog... Van de week. Ja, ze hebben er een foto. Zijn die dan nu weer aan het zoeken? Zoeken zeker? Wat moeten die nog zoeken? We gaan hem morgen... Resterende kogels misschien. Vanmorgen zie je dingen niet. Eigenlijk moeten we met een medaille hier komen, weet je dat? Ja, we moeten eens gaan kijken naar Smechelen. Daar zijn eigenlijk van die ondergrondse tunnels, zeggen ze. Kun je ze ook niet liggen, hè? Daar eens gaan kijken. Wat we daar misschien vinden. Ja, dat is wel goed. Ja? Waar is het? In Smechelen, bij de salamander. Als je daar ergens in de bos, daar moeten van die ondergrondse tunnels zijn. Ja, blijkbaar. Ik weet het ook niet, maar ja, begin het maar te zoeken nu. Ik kan het vragen. Ik heb er ook niet van gezegd. Misschien weet Skinny dat. Kijk daar, donker. Misschien weet Skinny dat. Jurgen woont hier niet ver van. Ja. Zij woont ook hier niet ver van. Logisch.
Ja, nee, dan zou die niet hier blijven als je zo'n ding... Ja. Voilà, ik ga het stoppen. Goedemiddag, ik ben dat Bos in Dilsen, deze keer met Hans Blankaert, die hier ook weer aanwezig is, net zoals vorige week. Hans, u hebt gesproken met vrienden, collega's en familie. Wat is uw dag hierover? Ja, we zijn teruggekomen, zoals je zegt, om nog even te bevestigen. En ik ben iemand die alles wil zien met mijn eigen ogen, dat is al ten eerste. En ja, nu met familieleden gesproken en beste vrienden van onze Jurgen. En het is nog altijd ja, hetzelfde idee, schrijnend, ongelooflijk wat er gebeurd is. En als je de familieleden hoort, vind ik het jammer wat er gebeurd is. En ik vind ook jammer dat de meeste mensen willen, oh ja, niet de waarheid naar buiten willen brengen. Omdat ze bang zijn voor allemaal represailles. En op het einde van de rit, ik zie niet bang, lekker dat je weet. Ik kom voor alles uit, de waarheid gaat toch naar boven komen. Er zou er meer moeten zijn, like Jurgen Konings, die voor de waarheid komt. En het is ook voor mij een beetje een steunpilaar geweest voor de waarheid naar buiten te brengen. Het is een topgast uiteraard, een super kerel geweest. Ja, hey, maar de waarheid mag niet naar boven en ze hebben het zwijgen opgelegd, hey. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Zijn er nog andere zaken die je hebt gehoord vandaag die je de vorige keer niet hebt gehoord over Jurgen? Of komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer? Zijn er mensen die, ja, die nog meer informatie hebben gegeven omtrent deze zaak? Ja, er zijn dus bepaalde mensen die ook gezegd hebben dat het een, zogezegd een schijnbeeld is. Dat ze Jurgen gebruikten voor andere dingen te doen verdwijnen op andere plaatsen. En een soort test dat ze gedaan hebben. En dat zijn dat voor onze Jurgen gebruikt. Voor andere dingen die niet aan het licht mogen komen te doen verdwijnen. En ja, jammer genoeg is Jurgen dat slachtoffer van geworden. Wat ik ook wel ondernomen heb, dat de bepaalde mensen zijn van hoe tof dat was en hoe het ziet. Als je kijkt naar de herdenking plaats komt hier aan de boom, het is niks die klopt. Ik ben ook soldaat geweest in Duitsland. Zijn manhole dat je graaf niet klopt, niet, die ligt min van een berg. Dus het eerste dat je leert in een mens is dat je moet overzicht hebben over de vallei of gelijk wat dat is, dat ligt min. Dus dat klopt ook al niet. En de manier van op het lichaam. En ook als je ziet op de datum die op de sterfte bij de advocaten toegekomen is, stond erop dat hij de 20ste of zoiets al verleend zijn. Maar uiteindelijk zou dat, het was al de 5e. Is dat bij de begrafenisonderneming stond, bij de advocaat stond de datum de 5e. En uiteindelijk is hij maar de 20ste gevonden. Dus ja, het is alles samen bekijkt. Het is niks te klopt. Ook het pad, het mountainbike pad dat je ziet achter mij, waar dat de burgemeester zogezegd met zijn velo hier zo gepasseerd. En het is allemaal in of 7. Dus het is niks die klopt. Dus heel het plaatje en het portijt dat de waarheid naar buiten mag komen. En ik hoop dat er nog veel van zijn collega's op straat komen. En er zijn twee mensen die het weten. Er zijn een paar kolonels in het Belgisch leger die weten wat dat er gebeurd is. Ja, ik zou zeggen, het is een schande dat je niet uitspreekt wat dat er gebeurt. Maar ik zeg, de waarheid komt naar boven. En als kolonel, maar niet van spreken van het leger. Het wordt tijd dan die twee mensen die echt weten wat er gebeurt met onze Jurgen, dat ze de waarheid naar boven brengen. Ik heb ook spijt. Ja, we zijn nu al een jaar geleden dat Jurgen verdwenen is. Ja, gezegd, het is tijd dat ze de waarheid vertellen. Het is nog niet te laat om de waarheid te vertellen, Hans. Nee, ik hoop het ook. Ik hoop dat de mensen dit effectief weten. Ik kon die twee kolonellen de naam niet noemen. Maar het wordt tijd dat ze de waarheid naar buiten brengen. En ook het was voor de logen, voor de mensen, de gewone mensen. Jongens, kijk uit voor wat er gebeurt. Ze zijn van alles aan het smeden. Ook als je ziet, met die Duitsers, met heel dat konvooi van 600 man, met tanks en allemaal voor in een boslik hier. Iedereen weet dat je zelfs geen tanks kan gebruiken voor één persoon te gaan zoeken. Dat is allemaal opgezet spel. Er is in de kazerne heel wat anders gebeurd. Als je gaat kijken naar de zijkant, niet aan de voordeur, zijn de hekken daar effectief losgesneden om toestellen langs de zijkant van de kazerne te doen verdwijnen. Dus doe gewoon de moeite, ga gaan kijken. Je gaat zien dat ze daar hekken open gesneden aan de zijkant van het bos. Zelfs ook wat dat de landingsbaan is van de dingen. Dat is voor een hele andere missie dat ze hier waren. En ze hebben Jurgen Konings gebruikt om dat allemaal een beetje te verdoezelen. Was 600 man met tanks voor één persoon te vinden, is belachelijk. Dus het is gewoon zo, ja. Goed, dank u wel, Hans. En tot slot, we hebben vorig jaar ook gesproken met een militair die nu wel niets te maken had met Jurgen Konings, maar die wel werkte voor het Belgische leger. En die man verklaarde dat het verhaal rond hem helemaal niet klopt in verband met de kazerne, dat je daar zomaar geen materiaal kan uithalen zonder dat je een document tekent en dat daar ook heel veel camera's en zo aanwezig zijn. En hij zei ook, een militair zei, hij pleegt geen zelfmoord. Wat is uw idee daarover? Ik weet nog goed, als ik in Soest zat in de kazerne,
in Adamkazerne in Duitsland, heb ik ook in de kazerne zien. En er moest, iedere wapen die naar buiten ging, moest afgetekend worden. Had er nog de wacht, dus je toestel, in het wijl krijg je allemaal 10 kogels mee. Wat dat er ook veel vreemd is, als een kogelvrije vest zelfs nog ook in de auto lag. Dus als militair, dat is het eerste dat je sowieso meeneemt. En ik zeg nogmaals, een wapen kan je zomaar niet uit de kazerne nemen. Je wordt al minimum, want je moet alle dagen je 10 kogels stellen en aftekenen. Dat wordt dagelijks gebeurd in de kazerne in het leer. Dus ook zoiets als het gebeurd is met Jurgen Konings, hebben ze zelfs in de kazerne, mocht er niemand 5 dagen naar de kazerne, wordt er niemand binnen om ook alles daar binnen een beetje te verdoezelen. Dus ja, er zijn dingen genoeg van de mensen die alles naar buiten brengen. Het is niks die klopt. En zoals je zegt, je raakt zelfs als soldaat raakt je zelfs met een gewone wapen niet naar buiten. Een simpele granaat wordt afgetekend. En nu de dag van vandaag, ja, het is gewoon één grote klucht aan het worden. En hoe meer dat naar hier komt, hoe meer dat begint door te sijpelen en dat de mensen de waarheid mogen weten. Dus een wapen uit de kazerne, no way, forget it. Ja. Hartelijk dank. Wenst u nog iets toe te voegen? Ja. Nee, nog even kort. Dus mensen, word wakker. Het is niet alleen dit, maar het zijn andere dingen. Doe je er ogen open, doe je er eigen onderzoek. En luister niet meer naar de normale media. Luister naar V-media, daar komt de waarheid op. Dus dat is al ten eerste. En chapeau ook wat hij doet, Veerlijke. Dus het is de max. En tot de volgende. Dank u wel. Ja, maar de 2 jaar staat hem op een verkiezing. In hun film ook. Hoe zeg je? Ja, maar ik kom er, hè. Wat dat je denkt dat de waarheid is omtrent zijn dood, te zij dat gezegd, ik wil dat niet doen. Ja? Ja, dat is die microfoon, die vond ik niet goed. Gewoon daar staan, meneer. Gewoon daar staan. Moet je mee naar deze? Allee, de regering zal niet verplichten. Gewoon terug van het geen. Ja, want ik moet niet in de Engelske het. Ja. Wel goed, veel volk hè vandaag. Ja. Respect. Van ver ook. Hey. Schoon volk uit Antwerpen. Wie was het? Zei Tanja dat ook dat ze geen maand verkeerd had? Ze zegt dat ik in Duitsland zeg, ze allemaal Duitsers vergeten. Huh? We zullen je nooit vergeten. Dat is ook zo.
Jurgen Konings heeft onze ogen open gedaan. Er staat veel mensen achter jullie, hè? Maar die durven niet vooruit te komen met een beroep op dit of dat serieus. Dat is echt waar. Ik weet dat wel, we zijn leraars, die hebben schrik. Dat is ook zo, je moet eerlijk zijn. Ja, oké, maar wat dat hier gebeurd is... Kijk, hè. Dat was normaal mijn stoel. Dat komt nooit in, denk ik. Wakker worden. Wakker worden. Ja, ken ik niet. Gaat jij daar foto's maken? Ja, ik ga tegen mijn zuster bezig. Ik heb alles op film gehad. Gewoon een show van gemaakt. Welke foto's moet ze hebben, Eddie? Mag ik jullie vragen of jullie twijfelen vinden aan de dood van haar? Ja. Mag ik dat vragen? Ja. Er zijn niet specifieke dingen dat ik niet mag vragen. Het is niet dat ik er heel, heel diep in ga gaan, maar toch zo vragen wat dat jullie ervan denken, wat dat jullie waarheid is, wat dat jullie gevoel is, of dat hij effectief gestorven is, hoe dat hij gestorven zou zijn, zo die zaken eigenlijk. Ja, oké, okay, prima. Dus ik ga straks inspreken, iets vragen, en dan geef ik de microfoon door. Want dan kan ik mijn andere schreeuwen veranderen. Ja, ja, ja. En als ik terug een vraag zou stellen, ga ik hem terug even nemen en dan geef ik hem terug. Val niet, hè. Serieus, dat is echt snel gebeurd. Ja, dat is ongelijk hier. Ja, heel ongelijk. Maar mama die komt daar even, die ziet drie uur lang. Ah ja, die is overlaat geweest. Ik heb ook nog een maar ze blokkeerden het gewoon. Ik ga nog een vertellen, dat je daar Het werd hem allemaal te veel met die corona-gedoe. Ja, en dat kwam bij mij en hij hebben dat niet beluisterd. En hij zei ook, dat is precies van dat Thomas zegt van ja, hij had dan maar... Heeft hij niet gedaan? Hij heeft geen zaligdoening gedaan? Nee, natuurlijk niet, maar ja, ik vind het raar dat hij dat... Ja, ik kan dat misschien niet anders zeggen, omdat ze hem ook zoeken. Hè? Ja, ik weet het niet, hè. En dat de eerste week moesten dan die van de elite in de kazerne blijven, maar waren de eerste week? Ja. Dat ze tijd genoeg hadden voor hem. Die is in de kazerne, die is de kazerne nooit uitgekomen. Dat is een beetje aan de stille kant, maar kan het nog herposten later of stukjes zetten met maar iets kunnen doen. Ja, dan kun je dat hoger zetten. Ja. 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 Dus het is voorbaar, hier is, bij u is het alweer iets meer, want ik had het toen wat hoger gezet. Ik ga een beetje meer nog in het half zo 3-4 bezetten. Dat is bij mij moet je niet naar beneden. Ja. Anders gaat dat over, maar het is prima, we gaan er nog stukjes uithalen of zo. We gaan dat nog herposten. Ja. Eén te veel. Maar nou, kijk dat niet aan, hè. Maar kijk toch wel langer aan de boom. Wat je vragen, Veelke? Ja, wat dat u algemeen idee hebt met vrienden en familie gesproken. Ja. En wat dat uw bevindingen zijn. En ja, ik wist dat het wel een beetje weet. Ja. Jongens. Echt waar. Alleen. Alles, overal. Alleen, ik ben waar met vier en ik kon overal aan de kant gaan. Dat zet je in de computer vermeld als gevaarlijk. Ja. Omdat je koning zit. Overal in de douane, ja. Alles open, de koffer onderzoeken en zo. Ja, dan moet ik al een beetje filmen. Ja, 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 maar is dat erg. Ga ik niet zeggen. Dan zet ik het. Dikke kusje. We gaan mee. Allemaal nog sterkte. Ja. Veel beterschap voor je dochter, Debbie. Dat is goed, hè? Rechtuit, hè? Ja. Kom allemaal goed, Debbie. Positief blijven. Ja, ik weet het, maar het zal nog even een lange weg worden. Positief blijven. En wij bidden voor haar, hè. Ik heb de kaarsjes van thuis. Maar, staat hier niet bij, zo klein, hè? Dat is het probleem eraan. Hè? Ja. 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 Hey mensen, bedankt allemaal voor het komen. Ja, wacht, wacht. Hey, yo. Hey, viel allemaal bedankt, de onkel van Jurgen hier. Ja.
Voilà, Jamie, ga je goed? Ja. Ciao, hè. Doei. Ja, dat is best wel. Ja, ga je goed, hè, joh. Ja. Ciao, hè. Dag, hè. Allee, start er nog, hè. Ja. Ga je wel. Even tot de daagse uitzicht. Ja. 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 Want anders dan krijgen we weer. Dat is wat dat is, ja. Als ik maandag schrijf, dan klopt het niet. Sorry, ja. Is goed zo. Ja, ja. Normaal kun je dat toch wel zetten. We kunnen dat wel. Als dat een hard begin is, dan weer wel leuk. Ja, ik heb nog nooit in een micro. Ik wist niet meer of het stil babbelen of hard. Het stond dat wel leuk. Maar dat vind ik fijn dat jullie nu eens. Dezelfde. Gaat jullie een YouTube-sensatie worden? Bij u moeten ze dat stiller zetten, altijd die mij micro. Moeten ze dat stiller zetten. Ja, bij u zullen ze geen probleem hebben. Hier gaan de varens allemaal liggen als meer.
langs de Rijksweg die u hoort. Even, ja. En toen, ik zeg, wat moet ik nu doen? Want het kost niet meer langs de Rijksweg. Ik heb geen GPS of niks. Nee, maar nee, ik dacht dat we dan nog een goed gaan. Wat. Dan heeft mijn meneer de weg getoond via de fiets op de straat. Dat is mooi. Dus jij bent speciaal van Hasselt gekomen voor Jurgen te zien? Nee. Van Zeebrugge. Van Zeebrugge? Van Zeebrugge? Er komt iemand van Zeebrugge. Ja, dat is Zeebrugge. Oh, jij wist dat? En jullie gaan allemaal terugwandelen. Ja, respect, jong, dat weet ik echt. Ja. Oh ja, wat heb je daar ook alleen dan? Nee. Respect daarvoor. En hoe lang zit je aan fietsen dan, mevrouw? Ja. Hey, dingen, Ronnie, gaan we door? Ik moet de film nog maken, hè? Gezien, ik zei toch, zij gaat logeren in Eliza. Ja, jij zei mee eens van Zeebrugge, maar ja, nu zegt zij dat. Ja. Respect, ik meen dat. Hoe lang heb je gefietst daarop? Schouten Brigitte, of ja, ja, zit je daar? Hoe lang heb je erop gefietst, mevrouw? Ja, toen ik, hoe lang zit je erop fietsen? Hey, chapeau! Om 11 uur ben ik vertrokken aan de trein in Hasselt. Hasselt. Van Zeebrugge, hè? Ja, normaal moest ik Henk hebben, want daar kun je gemakkelijk buiten op de fiets. Ah, ze is met trein gekomen tot van Zeebrugge naar Hasselt. En naar hier gefietst. Wow. En van Hasselt naar hier, naar Dulze gefietst. Voor Jurgen. Hey. Die zuster was hier en de broer en de nichtje waren hier, maar die zijn juist door, ja. Maar ik ga je ook bij de film zetten, goed? Veren zet je voor altijd. Niet, hè? Rustig maar. Echt respect. Echt? Ja, het is mooi weer. Ik geniet liever van de natuur, zoals te zien, de omgeving, hoe zit dat hier en zo. Hè? Ja. Zo heb je nog een beter idee. Hè? Ja. Maar gaat ze haar fiets mee? Gaat je die meepakken of gaat je ze hier even... Nee, dan pikken ze die niet bij mij achter een auto gezet worden? Dat weet ik niet. Je kunt toch ook gewoon niet achter die auto neerzetten? Nee, en als je die pikken... Ja, met fiets is moeilijk, ja. Met de fiets is moeilijk toch zo'n raak, hè? Ja, dat weet je niet, hè. Ja, maar je kunt die fiets gewoon niet achter die auto neerzetten. Hij kan op slot op, of niet? Nee, en dan nemen ze toch weer gewoon even in de auto. Allee, heel veel respect dat je dat doet. En jullie ook, dat jullie daar helpen. Enorm, netjes. Amai, ja, maar ze kan die fietsen tot daar. Ja, ik heb het omhoog gehad. Ja. Boske! Ik heb wat, man! Tot de volgende! Straks post ik die film. Ciao, hè! Ik laat wel weten, ergens in september. Ik ga geen gevaar op. Ik ga wachten op mij, tot ik terug aan de vrouw ben, hè! Ik heb al geslagen! Ja. Ciao, hè! Ik ben blij met jou! Yo, oi, oi! Yo. Yo. Die ging in die meterschut. Kijk, corona, kijk! Tegen mijn decolleté. Ciao, hè. Ja, we gaan hier wel aan meer, dan. Allee, tot de volgende. Ciao, hè. Ciao. Hoi, hè. Ciao, hè. Kijk, gaat ook niet mee. Ciao.